Hallo lieve Leeuw, welkom bij jullie reading voor april 2024. Nu is er eerder ook al een video online gekomen wat gerelateerd was aan maart en april. Deze zal ik beneden in de berichtenbox linken, zodat je altijd nog even die video kunt bekijken. Want het kan zomaar zijn dat er een ander item of onderdeel van jouw leven daarin naar voren komt. Kijk ook even of dat de video met je resoneert. Neem alleen het stuk wat van toepassing is. Laat de rest lekker los. Ben je als zonteken aan het kijken, maanteken, venusteken, ascendant, noordelijke maanknop, ergens iets wat in jouw geboortehoroscoop zit, dan zal er altijd wel een boodschap voor je in zitten. Of als je als crosswatcher aan het kijken bent, wees welkom. Kijk even welke tijdlijn jij dan hebt en voor de persoon die in Leeuw zijn teken heeft staan. We gaan gewoon kijken wat er dus in april naar voren gaat komen voor jullie. In april zijn er best wel wat intensiteit qua energiestromen. Nu hebben we natuurlijk 25ste, zeg ik het goed? Ja, we hebben de volle maanenergie gehad met de maansverduistering. Nu hebben we 6 april, als ik me niet vergis, de nieuwe maan met de zonsverduistering. Dus echt het eclipsseizoen die behoorlijk wat meespeelt. Maar ook 1 april gaat Mercurius retrograde lopen. Dus dat kan ook voelbaar zijn. Plus daarbij hebben we natuurlijk nog gewoon de Engelenpoortdagen en de andere frequenties die voelbaar zullen zijn. We gaan gewoon kijken, lieve Leeuw, wat er dus naar voren mag komen vandaag voor jullie. In deze extra bonus reading. Als eerste hebben we de Denker. Is wel kaart 44. Dus het is wel dat je wordt ondersteund door de engelen. Nu kan het zijn dat je een beetje af aan het dwalen bent. Waardoor je dus ook een bepaalde terugblik aan het creëren bent op iets wat is geweest. Nu hoeft dit niet altijd in het negatieve te zijn. Maar het is wel iets wat jou bezighoudt. Probeer dit dan niet te veel te laten overheersen. Nu kan het ook te maken hebben met Mercurius die retrograde gaat lopen. Dat je een paar van die terugblikmomenten hebt. Of het gevoel hebt dat je even een kijk, ergens weer een nieuwe kijker wilt krijgen. Of dat je nieuwe inzichten gaat krijgen. Kan natuurlijk ook. Andere waarheid gaan zien. Even kijken. 2 komen eruit. We hebben de Lizard. Ik dacht even dat het dezelfde was. Ik had bij de kreeft had ik de Grasshopper. En het leek even op kop dat het dezelfde was. Dus daarvan een beetje mijn enthousiasme. Maar het is de Lizard Spirit. Dream the world into being. En we hebben... ik zeg zo mooi. Ik dacht dat het de Grasshopper Spirit was. Nou, hij komt dus toch. Ik had al het gevoel van... Oh, dat het is hetzelfde. Dus take a leap of faith. Dus ook voor jullie, lieve Leeuw, geldt het. Heb het vertrouwen. Spring een beetje in het diepe. Al weet je nog niet helemaal wat er komen gaat. Blijf gewoon ook goed dromen. Blijf bepaalde energiestromen upgraden. Kaart 38 maakt natuurlijk ook 11. 11 is ook weer dat meestergetal. Belangrijke nieuwe periode wat er dus aan gaat komen. Nu is het natuurlijk begin van dat eclipsseizoen. De video komt iets eerder als april online. Dus we zitten nog een beetje met die volle maanenergie die er ook nog meespeelt. Die maansverduistering. Wat ik wel sterk voel is dat er best wel een bepaalde shift kan gaan komen voor jullie, lieve Leeuw. We gaan kijken op welk vlak dat naar voren mag komen. We laten het gewoon even een beetje open, hè, wat er allemaal naar voren gaat komen. Pak ook nog een engelentherapiekaart erbij. We hebben Engel van de Aarde. Je bent een lichtwerker die naar de aarde is gekomen om je lessen over liefde uit te dragen. En liefde is natuurlijk een heel breed begrip. Dat kan best wel gezien worden in het romantische settingstukje. Maar ook zeker in... universele liefde overbrengen op anderen. Dankbaarheid, rust, een luisterend oor bieden. En mocht het wel gekoppeld zijn aan het stukje romantiek, dan voelt het voor mij dat je best wel intensiteit hebt kunnen hebben gehad qua levenslessen, qua verbindingen, qua karmische koorden misschien ook wel.
Maar dat dit er ook voor heeft gezorgd dat jij nu in een bepaalde nieuwe energiestroom zit. Nu is jullie als leeuw zijn natuurlijk wel een vuurteken. Dus best wel met kracht in jezelf. Maar van de andere kant, als nu ook een beetje dat gevoelige weer naar voren gaat komen. En je weet dit optimaal te benutten. Dan kan je onderbewustzijn ook een nieuwe dimensie gaan creëren. En dit ook in werking gaan zetten. En die onderbewustzijn die komt dus nou een beetje naar boven. Dat er toch ook wel een bepaalde gevoeligheid in jou zit. Die jij misschien altijd wel een beetje weg probeert te wuiven. Of dat je wat misschien wat weerbaarder probeert uit te stralen. Terwijl er ook wel een gevoelige kant bij jullie lieve leeuw actief is. Het stukje zorgzaamheid. Het beschermen. We krijgen de 7 van staven. Op kop of rechtop? Oké. De 8 van bekers en de koningin van zwaarden. En we krijgen de hermit op kop. Onderkant dek krijgen we de chariot. Ik leg hem maar even erbij. De kreeftenergie, vooruitgang. Dus er zit echt wat ik al zeg. Ik voel bij jullie een bepaalde shift komen. En dan zien we ook wel met de 7 van staven. Het stukje oude elementen achter je laten. Het kan zijn dus dat je in april best wel nog wel wat oude dingetjes de revue gaan passeren. Waarbij jij nu ook afsluiting en afronding kunt gaan creëren. Het is wel zo dat je best wel wat schaduwwerk al hebt aangekeken. Maar probeer niet in die hermit positie te blijven hangen. Maar juist er weer uit te stappen. Dat je ook weer naar voren kunt gaan. En nu ben je dus misschien nog in een bepaalde afwikkelende fase bezig. Maar het voelt voor mij dat je ook een beetje daardoor in een bepaalde isolement zit. Waarbij je dus weer mag gaan connecten met andere mensen. Er mag weer een stroming gepakt worden. Nu gaan we natuurlijk ook, daar zitten we al in met die lente-equinox. De komende 3 maanden is weer een beetje de yang-energie, mannelijke energie, een stukje naar buiten treden. En dat is hier ook wel. Je hebt nu de vrouwelijke energie aangeprikt gehad in de winterperiode. Je bent daarmee bezig geweest. Je bent daar ook een bepaalde je hebt ook keuzes gemaakt, je hebt beslissingen genomen, hebt dit ook uitgesproken. Niet zozeer misschien naar anderen toe, maar wel naar jezelf toe. Dat jij weet van oké, hier ben ik aan toe, hier wil ik voor gaan. Dit is mijn pad, al weet ik nog niet helemaal hoe die verder gaat lopen. Ik blijf die dromen behouden, ik blijf de intensiteit accepteren. Ongeacht wat er aan die intensiteit gekoppeld zit. Of dat er nog verdriet is, pijn, boosheid. Misschien blijdschap kan ook. Hè? Dat het even iets heel moois is waar je op terugdenkt. En vooral dat stukje denken is het iets dat je... het voelt voor mij misschien een situatie of een woning of relatie of werk. Of iets dergelijks heb je achtergelaten. Om een bepaalde reden heb je daar het contact mee verbroken. Of het voelt voor mij dat je ergens afscheid hebt genomen van een situatie. Of iemand, jij of de ander heeft die beslissing genomen. En toen was je heel intens verdrietig ervan. En nu zie je ook in van oké, dit was toen nodig om mij verder in mijn groei te kunnen laten ontwikkelen. En vooral als je dan gaat kijken met het stukje lichtwerker hier. Lichtwerkers zijn hier op aarde om zichzelf naar een nieuwe level te krijgen. De energie te upgraden. Pijnstukken los te koppelen. Zodat ze lichter worden in dit leven. En sommigen zijn dan ook nog in een volgend leven ermee bezig. Sommigen zullen wel in een bepaalde hoedanigheid al heel ver komen. In een aardse stukje van lessen. En ontkoppeling. Maar wat ik hier wel voel is dat je nog te veel in een bubbel zit. Dus we gaan eens even kijken waarom dat is. Wat eraan gedaan kan worden. We krijgen weer dubbele kaarten op tafel. Dat is de laatste tijd echt heel vaak. Waarbij we dubbele bevestigingen krijgen. Echt zo van oké. Ja, maar je zegt het ene al. Dus ik bevestig nu met de kaarten dat je goed zit. Toch een bepaalde snelheid gaat er weer komen.
nieuwe inzichten. En toch blijf je dan in één keer weer in die... Er zit een bepaalde snelheid in jouw energiestroom wat ik voel. En dit is in een bepaalde zelfontwikkelingsfase. En toch sta je dan weer even op de rem. Waarom sta jij op de rem? Wat is de reden daarvan? Nou, dat is heel bizar. Ik zag niet eens dat die kaart eruit vloog. Ik keek heel even langs me. Want ik had het idee dat ik iets voorbij zag flitsen. Oké, denken van staven of zwaarden op kop. Dus je gaat wel door. Het is wel echt zo van in de energiestroom van oké, er is een einde aan een bepaalde crisis. Je hoeft je eigen niet meer tegen te houden. Je hebt nu de vrijheid. Je hebt de ruimte om door te pakken. Alles in het energetisch veld geeft aan dat je door kunt pakken. En dit zijn elementen waarbij jij ook in jouw zelfvertrouwen mag gaan staan. Want het hekje wat hier voor je staat, kun je gewoon overheen stappen of er omheen lopen. Want zo groot en uitgebreid is het niet. Dus als er een obstakel deze maand op jouw pad gaat komen, weet dan dat dit maar eventjes is. Dat kan met de energiestroom te maken hebben. Dus van al die energetische elementen zoals die planetaria, het retrograde stand, de eclipse wat er meespeelt nog. Eigenlijk heel veel wat in het energetisch veld actief is. Koning van staven op kop. Oké, verklaring daarbij. Er is ergens een... Oké, onderkant dek leg ik er even bij. Ik leg deze even aan de kant. Oké. Dus je hebt een verbinding losgelaten. Er is energetisch met een man of een vrouw. Want al staat hier een man op het kaartje. Dat wil totaal niet zeggen dat dit een man hoeft te zijn. Maar het voelt voor mij dat de persoon waarmee jij in contact hebt gestaan best wel ook veel eisend kon zijn geweest. Een beetje ook het toxische veel eisende. De touwtjes en de regie in handen willen hebben. Daarin ook wat impulsief kunnen reageren. Waarbij jij geblokkeerd raakte. Nu voelt dit voor mij dat dit eigenlijk een bevestiging is van oké, al die pijnstukken wat is geweest. Of dat er nou op romantisch vlak is geweest. Zakelijk vlak of vriendschap. Of welke situatie dan bij jou ook is. Dit gaat voltooid worden. Dit is afgerond. Normaal is de 10 van zwaarden best wel een zware kaart. Iemand ligt op de grond met 10 zwaarden in zijn lichaam. Maar hier kijk eens hoe vrij deze persoon hier op de horizon weg kan lopen. Al zijn er nog wel wat vogels die erboven hangen. Hè? Die kraaien die erboven hangen. Maar het voelt niet zo van dat dit jou kan raken. Want er kan overal nog vanuit het universum boodschappen doorkomen. Want er zitten gaten in. Het is niet zo dat het jou belast. Je hebt eigenlijk, kun je het zien als dat jij in jouw bubbel zit. Want je kunt het ook letterlijk hier zo'n bubbel om je heen tekenen. Je wordt beschermd, want ze komen niet dichter bij jou. Dus het is wel echt een hele mooie energiestroom. Ik krijg hier ook gelijk het oog op mijn Golden Healer. Die heb ik altijd hier op tafel bij liggen. Kijk, het is precies eigenlijk zo het bubbeltje die er overheen gelegd kan worden. Hele mooie edelsteen, een mooie beschermende edelsteen. En vooral als jij in jouw sensitiviteit aan het ontwikkelen bent, kan dit een hele mooie ondersteuning geven. Maar dit is dus een hele krachtige stabiliteit die ik hier voel. Onderkant dek krijgen we de ster en ik zie ook gelijk de 10 van munten. Wat hebben we nog verder? De wereldkaart en de 7 van staven. Dus als we dan gaan kijken, jij zit in je bubbel, terwijl je mag weer de buitenwereld instappen. Je mag weer met jouw succesverhalen, met jouw gevoel, met jouw voorspoed, mag jij weer de wereld instappen. En dan zul je ook merken dat eigenlijk alles nu, de komende periode, in zijn voordeel voor jou gaat werken. In zijn voordeel in de zin van stabiliteit, nieuwe kansen, nieuwe inzichten. Ook wel het stukje financieel kan het zijn dat het wat beter met je gaat. Uit je hoofd, zak je af naar je gevoel. Kijk, krijg je de 5 van bekers op kop.
Dus je hebt dat stukje herstellen, hè? Je hebt het loslaten. We krijgen weer het rad van Fortuin erbij. Dus het oude loslaten, je hebt pijnstukken getransmitteerd naar het licht. Dit gaat jou een succes opleveren. Dit zorgt er ook voor dat jij nieuwe mogelijkheden gaat krijgen. Waarbij jij dus af en toe nog een trigger gaat krijgen met in je hoofd zitten. Maar je gaat hier je balans in vinden. Je hebt de kracht in je zitten om hier je balans in te vinden. Om ook die nieuwe pad in te gaan zetten. Dat is ook het stukje vertrouwen hebben en blijven dromen. Dus uit je hoofd zorgt er ook voor dat je ruimte gaat krijgen. Dus deze maand is het een teken van, oké, merk je dat je in je hoofd gaat zitten. Probeer dan weer even je eigen goed te centeren. Terug naar je gevoel. En vanuit daar bepaalde beslissingen of keuzes maken. Nu is het denken niet altijd in het negatieve natuurlijk. Nu kan het denken ook in een positieve zin zijn. Maar hier voelt het even als een lichte zwaartekracht weer even op je. Dit kan ook zijn dat er dus iemand even weer terugkomt in jouw leven. Of een situatie of je wordt getriggerd. Waardoor je weer even in je hoofd zit. Maar we zien hier een persoon shiften naar een nieuwe level. En dat is eigenlijk waar jij hier je eigen al in bevindt. Dus jij zit al in die shift. Het is alleen aan jou hoe je dit vorm gaat geven als er weer een les op je pad gaat komen. En die lessen, ja, dat blijven we mee gemoeid. Hè. Dat zal altijd zo blijven. Alleen de intensiteit kunnen we wel gaan dempen door dicht bij onszelf te blijven en het ook te accepteren. Nu ben je dus al ontzettend veel met jezelf aan het werk gegaan. Hè? En nu kom je dadelijk op een moment dat jij het ook onder de knie hebt. Dat jij bepaalde stappen gaat zetten zonder er heel veel bij na te denken. Nu zie ik hier dat we 8-8 hebben liggen. We hebben hier 9-9. Dus 8-8 en 9-9 kan voor jou nog een belangrijke engelige boodschap zijn. 8-8 is natuurlijk ook het stukje evenwicht op het financiële vlak, maar ook het stukje persoonlijke ontwikkeling. En als we dan gaan kijken, dan zit met 9-9 heb je toch wel dat je bijna op dat hoogtepunt zit. Hè? Dat je die cyclus in het leven toch hebt ontdekt. Stukje zorgen loslaten. Het stukje overgeven. Ook wel wat we hier natuurlijk naar voren zien komen. Dus veel shifts ook voor jullie, lieve leeuw. En dit kan op elk vlak in jouw leven zijn. Hè? Dit kan op elk patroon van je leven zijn. Divine counterpartner ligt hier. Dus het kan zijn dat je iemand onder kan dekken. Weer de krachtkaart. Het kan zijn dat je iemand gaat leren kennen waarmee jij best wel een fijne connectie hebt. Waarbij je jezelf kunt zijn. Waarbij je je eigen niet anders voor hoeft te doen. Waarmee je heel makkelijk in contact komt, makkelijk praat. Het hoeft totaal niet op het romantische vlak te zijn. Het voelt meer op het zelfontwikkelingsaspect wat hier naar voren komt. Maar iemand die ook een soortzelfde pad heeft bewandeld, maar dan in een andere tijdsfase of wat dan ook. Andere items in hun of haar zijn of haar leven gehad. Maar beide zitten jullie wel in een energiestroom van het aardse stukje leren omarmen, te combineren met het intuïtieve stukje, uit het hoofd meer naar het gevoel gaan. Dit ook onweten te buigen. Zaadjes die je hebt geplant, die kunnen dus ook geoogst gaan worden de komende periode. Dat zullen nog niet alle zaadjes zijn, maar wel zul je langzaam een beweging daarin zien. Ik pak nog even wat andere kaarten erbij. Kijk, want we krijgen weer de 9 van staven. Maar hier heb je al niks meer voor je. Je hebt die ene staaf bij je. Hier staat nog dat hekje voor je. Hier heb je één staaf bij je. En je kunt recht vooruit lopen. De staven achter je zijn je levenslessen geweest. Die kun jij omarmen en ontkoppelen. Daar kun je je voordeel uithalen om daar je kennis in mee te nemen. Maar je hoeft de lasten daarin niet meer mee te nemen. Neem je die lasten wel mee, dan zal dit ook voor stagnatie gaan zorgen. Zal dit ook in een dan zul je misschien twijfels gaan krijgen. Onzekerheid kan dan weer opspelen. Maar het voelt voor mij dat je hier eigenlijk heel sterk in staat. Het kan dus die onzekerheid weer opspelen als er dus iemand weer in jouw energetisch veld probeert contact te leggen. Of je hebt
dat er even een triggermoment komt. Of een gedachte, of je vindt een foto, of een situatie herken je. Of ja, zoals ik al zei, iemand kom je toch weer tegen. Daardoor ben je weer even wat terughoudender. Is het dus ook zo dat je weer keuzes hebt om in actie te gaan komen. En dan in actie komen in een positieve zin. Dus niet met het verleden, maar in een positieve zin. Echt de mogelijkheden. Je hebt eigenlijk net als de keizerin. Hè? Je hebt eigenlijk alle tools binnen handbereik. Je kunt nou je eigen weg creëren. Je hoeft daar niet op te wachten. Ook een beetje hier die positie waar je lang in hebt gezeten. Hè? Dus je mag naar buiten gaan treden en je pad verder vervolgen. Nou, we krijgen weer de koningin van zwaarden erbij. Dus knopen door gaan hakken zal in april toch wel aan de orde gaan zijn voor jullie, lieve kijker. En dat heeft te maken met het ook weer open durven staan om emotioneel iets te mogen ontvangen. En emotioneel iets te willen ontvangen of verbinden wil totaal niet zeggen dat het per se het romantische stuk heeft het. Of is, hè? Het is weer het geluk in jezelf voelen, het stukje creativiteit, emotionele ballast loslaten. Voor sommigen kan het dus ook een handreiking zijn vanuit een nieuwe liefde. Maar het voelt voor mij ook dat het kan zijn op zakelijk vlak of iemand waarmee jij gelijkgestemd bent. Waarbij je wel heel veel passie kunt delen. Waarbij de persoon ook echt wel een bepaalde leiderschap al heeft. Misschien ook wel een eigen onderneming, waarbij deze persoon, hij of zij, dus succesvol is. Waarmee jij misschien in contact gaat komen om zelf ook iets op touw te gaan zetten. We krijgen ook de drie van bekers erbij. Toch best wel veel energiestroom op het emotionele vlak, waarbij jij gaat ontwikkelen. Waarbij jij vriendschappen gaat opbouwen, waarbij communicatie hoog in het vaandel staat. Het stukje geluk, connectie. Dat is best wel aan de orde de komende periode. Dus het voelt voor mij dat het niet zozeer voor de lieve leeuw op het romantische vlak is. Maar er kan zeker wel iemand op je pad gaan komen waarbij jij heel veel gelijkenissen hebt. Waarbij je eigenlijk een bepaalde pad hetzelfde hebt belopen. Alleen op een andere tijdlijn. Dus wel, heet dat, parallel aan elkaar, maar in een eigen tijdsbestek. Waarbij connecten mogelijk is. Waarbij je ook merkt van oké, dit is wel een verbinding waarmee ik mezelf kan zijn. Waar ik ook emotioneel met iemand zou kunnen connecten. Maar het voelt voor mij dus in dit aspect meer op het zakelijke vlak of het vriendschappelijke vlak. Of dat daar dan ooit een relatie uitkomt op het romantische vlak. Dat zal misschien in een andere video weer naar voren komen. Of in de video die ik al opgenomen heb. Van maart en april, die dus in de berichtenbox gelinkt staat. Dus kijk even hoe het voor jou voelt. Maar lieve mensen, ik hoop dat je iets aan deze reading hebt gehad. Laat vooral een berichtje of een like achter, lieve leeuw. En dan wens ik jullie een mooie aprilmaand toe en tot de volgende video. Doei doei!